De supporters van Koersel zijn met jong en oud van Limburg naar Vilvoorde afgezakt om hun ploeg aan te moedigen in de finale van de Beker van België. Met Guy Aga en deze nummer 7 Mario Hoste heeft Koersel enkele internationals in de rangen. En Hoste geeft met dit schot op de lat al direct zijn visitekaartje af. Even later is Hoste daar weer en schiet Koersel op voorsprong. 1-0 al na 5 minuten. Soms kent Koersel ook geluk als Guy Aga de bal van de lijn haalt, oprukt langs rechts en van zeer ver een schot waagt. De Naamse doelman Fontaine verkijkt zich op de bal en Koersel staat 2-0 voor. Een vrije trap van Presti Giacomo wordt door Maas afgeweerd. 2-0 bij de rust, bij name hadden ze een ander scenario voorzien. Koerselcoach Put blijft de motivatie inhameren op zijn spelers. De druk van Namen neemt toe. Na een opwippertje van Michiels kan Suleiman de aansluitingstreffer binnenschuiven. En dezelfde Suleiman geeft dan aan Souvelo de kans om de 2-2 overhoeks in te schieten. Even later balverlies bij Koersel. Suleiman rukt op en bedient Ruvelo. En die schiet 1 minuut voor tijd de 3-2 op het bord. Ik stond goed te keepen, maar ik had er ook mijn redenen voor natuurlijk, hè. Ik ben gisteravond pas papa geworden, dus ik wou graag winnen voor de kleine, maar ja, helaas is het niet gelukt, nee.